Hi, welkom terug bij mijn kanaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan de winnende boekcollectie proberen. Allereerst, de nagellak. Die heb ik gisteren opgedaan. Even kijken of ik... Zo, is beter. Die heb ik gisteren opgedaan. Dat is een hele lichte... De spiegel staat in het beeld. Zie je dat? Een hele lichte gouden kleur. Een beetje echt geel goud. Ik denk dat die andere meer de kleur is van het armbandje, zeg maar. Niet helemaal mijn kleur. Maar goed. De olie heb ik nog niet geprobeerd. Dus die gaat bij de stapel nog te proberen. En dan heb ik de... Hoe heet het? De make-up remover balm geprobeerd. Vettig. Alsof je een soort dunne vaseline op je gezicht smeert. Maar het haalt wel al je make-up eraf. Dus al met al heb ik daarna met een doekje de balm weggehaald. En toen met micellair water. En dan is je gezicht echt wel heel erg schoon. Moet ik zeggen. Dus dat heb ik los even geprobeerd. Dan gaan we beginnen met de primer. Ik doe voor alles even mijn bril op. Kijken of ik er iets van kan lezen. De Poo Illuminating Primer 010. Pootiful heet het. Pootiful. Grappig. Fast absorbing and lightweight for a naturally radiant finish with niacinamide, maple extract and hyaluronic acid. Nou, daar staan de ingrediënten in. Op. Dus dan gaan we... Sorry hoor. Oh, het is vroeg en ik ben net wakker. Twee pompjes. Ik hoop niet dat je de gouden spiegeltjes op je gezicht ziet. Het voelt hydraterend. Een beetje plakkerig, maar dat is goed. Ja, ik ben benieuwd. Dan hebben we ook de lipolie. Het heeft niet een... Nou, ik vind niet dat het een echt een bijzondere een geur heeft of zo. De olie wel. Weet je waar het me aan doet denken? Aan Weerters Echte. Het is dun. Ik ben op zich geen kenner van lipolie. Maar ja, ach, ja. Yeah. Lipolie, ja. Yeah. We gaan even in laten trekken. Ga ik even mijn basis doen en dan ben ik zo bij jullie terug. Wat ik me net besef, terwijl ik dat zit te doen... is dat ik allemaal Catrice producten gebruik. Ze kan het net zo goed laten zien. Ik heb de... Under Eye Brightener gebruikt. Dit is de kleur 10, de lichtste kleur, de koele kleur, zeg maar. En de True Skin Concealer.
En ik gebruik ook de True Skin in de kleur 004 Neutral Porcelain. Zo. Dit blijft een van mijn favoriete foundations. Het creased en dat heb ik normaal nooit daar. Zo, dat zit erop. Dan heb ik voor onder de ogen de All Matte Shine Control in de Healthy Look in Natural Glow. Dat is deze. En dan heb ik voor het gezicht de Nude Illusion Loose Powder. Omdat ik geen andere poeder van Catrice heb, losse poeder, denk ik. De True Skin had ik natuurlijk wel. Wow, dit is heel wit. Heel even mijn wenkbrauw bijwerken, want die werd ook ineens wit. En die waren zo goed gelukt vandaag. Nou,
Ik heb mijn Maxim More Fixing Spray, hè. Dat heb ik altijd. Om het poederige effect echt te krijgen. En dat was met deze witte poeder wel nodig. Ik vond de True Skin poeder heel goed. Maar ja, die is op. En volgens mij heb ik verder alleen maar vaste poeders van... Ik zit even in mijn laten kijken. Vaste poeders van Catrice. Maar eerlijk is eerlijk, het ziet er wel goed uit. Het nadeel vind ik van dit soort poeders is dat het overal gelijk zit. Goed. Nog even, want... Het randje van de wimpers donker maken. Dit is een potlood van de Clean ID Line. En dan heb ik een potlood voor het oplichten van de waterlijn. En die is ook van Catrice. We gaan dit weer in de poeppalet proberen. Dan moet ik eerst even het plastic eraf zien te krijgen op een nette manier. Zo. Uiteraard gaan we voor een neutrale look, hè? Dat begrijpen we allemaal wel. Het is zo'n dag. Het is zo'n dag. Goed. Ik begin met de kleur... I Care. Dat is... deze. Hier staat mijn spiegel. Als ik daar kijk, dan weten jullie waarom dat is. Ah, hij is niet heel poederig. Oh, dit is oranje. Dan meer oranje dan ik had verwacht. Goed. Nou. Ik hoop dus niet, even andersom zitten, dat het hele paletje zo oranje uitzaat. Dan ga ik naar de kleur New Beginnings. Die niet zo donker is als dat ik had gehoopt. En dan de kleur Deep Affection. Dat is de allerdonkerste kleur. Die een klein beetje fallout geeft.
die wel een echt mooie donkerbruine kleur is. Wat een voordeel is dat ze niet allemaal automatisch in elkaar overgaan. Dan neem ik de kleur B, dat is de zeg maar witste kleur. Die is een beetje gelig wit. Ja, dat is natuurlijk een beetje het thema van het palet. Die is wel wat poederiger. Pak ik even een groot kwast op om het te blenden. Een beetje. Ja. Wat vind ik ervan? Het slaat wel allemaal een beetje geel uit. Wat op zich natuurlijk gewoon prima is. Ik pak de donkerste bruine kleur weer. Voor in de hoeken. En dan de lichtere bruine kleur New Beginnings. Voor de binnenkant. En dan neem ik even een kleine fluffy kwast. Om dat te blenden. Zo. En dan heb ik een liner dingetje. Even een klein. Lijntje. Dit is geworden. Voor een neutraal palet vind ik het erg geel en warm uitslaan. En ik hou niet van geel. Maar dat geeft niet. We gaan door naar de bronzer. Ik heb de lichtste kleur. En dan moet je je afvragen of dat iets gaat doen. Oh ja, oh jawel. Heel poederig. Maar mooie bronzer hoor. Ja, het is heel poederig. Kijk, kan je dat zien? Kunnen jullie dat zo zien? Dat denk ik niet. Het is heel poederig. Maar zeker een mooie blush. Blush, bronzer. Er zat geen blush in. Dus ik neem de nieuwe Air Blush Glow even. Heel klein beetje. Weet je waar dit palet goed voor zou zijn qua kleur? Want je had de latte en toen de strawberry en toen de tomato. En als ze nou een pineapple look maken.
Grappig. Ja, dan kan je dit mooi met die gele kleuren gebruiken. Ik doe even fixing spray van Catrice op. Dit is de Primer Fine Dewy Spray. Dit is de eerste keer dat ik iets koop van een Disney collectie. Nee, niet de eerste keer dat ik iets koop van een Disney collectie. Maar de eerste keer dat ik de hele collectie heb gekocht. Omdat ik dol ben op Winnie de Pooh. Ook dat liedje. Op, neer, nog een keer. Nou ja. Wij worden er helemaal enthousiast van. Zelfs Dennis vindt het heel erg cute. Die olie is trouwens helemaal ingetrokken. En mijn lippen voelen echt wel gehydrateerd. Dat valt me echt op. Oké. Dan heb ik de Tigger Lash Curler. En de Winnie de Pooh mascara. En die, wat zeggen ze? Dit is de Lash Changer Volume Mascara van Winnie de Pooh. Zeggen ze nog iets op de achterkant? Volume mascara. 010 Ultra Black. Nou, we gaan eerst deze proberen. Hij is iets gekrulder dan mijn ogen. Dus ik heb het velletje mee. Maar ik moet zeggen, dat hij verder wel redelijk krult. Het is een gewoon borsteltje, een dun borsteltje met vezelharen. Hij krult wel goed. Zie ik. De mascara is redelijk natuurlijk. Het is een natte formule. Nattere formule. Hij separeert mooi. Maar heel veel formule, heel erg veel volume. Nee. Ik heb geknoeid, dat weet ik. Dat ga ik zo meteen weghalen. Dan heb ik twee lippenstiften. Ik heb de... Dit is de Winnie de Pooh kleur. Die is een beetje rooier. Maar ik denk niet dat dat momenteel bij de look staat. En dan heb ik de Tigger. Die is een beetje neutraal. En ik denk dat dat beter staat. Dus we gaan nu daarvoor. En dan neem ik de kleur, de Catrice Plumping Lip Pencil in ...010 Underrated Chic.
Het zijn trouwens geen lippenstiften, maar lippenbalms. Ze hadden er nog een. Van Tigger. Nee, van Knorretje. Maar die was roze. Nou, je weet allemaal wat ik van roze lippenstift vind. En als laatste de Winnie the Pooh highlighter. Dit zijn dingen die gaan in mijn make-up memory box. En dan worden ze niet meer gebruikt. Behalve de lippenproducten. En de primer. Waarschijnlijk. Maar de oogpotlood en zo. Of de oogschaduw. Ik probeer een beetje van alles op te pakken. Oké, als je van een highlighter houdt, hè? Highlighter, dan moet je dit niet doen. Dit is heel subtiel. Maar ik vind het mooi, maar je moet ervan houden. Even proberen de mascara weg te werken. Hij vlekt een beetje. Dat kan ook een teken zijn dat hij nog niet helemaal droog was. Nou, dat laten we gewoon zitten. Wat vind ik ervan? De primer vind ik fijn. Ik vind alle producten best oké. Okay. Het was gewoon leuk voor de heb. Het is best oké. Okay. Ik zal een beetje handcreme proberen terwijl ik met jullie praat. Tegelijk ejaculeert mijn tube. Hele sterke honinggeur. Oké, wat vind ik ervan? De make-up balm, de remover balm. Die vind ik heel fijn. Ik vind de lippenstift echt heel mooi. De balm. Sorry, de lippenbalm. De nagellak, ja, niet echt mijn kleur. Maar dat is leuk om te proberen. De lash curler werkte goed. De mascara een beetje nat, maar oké. Ik heb weer een traanoog. De primer, ja, prima. Een primer, moet je ervan zeggen. Ik vond hem hydraterend. Het is een jelly primer. Hij plakte niet te veel, maar oké. Okay. Dus dat is echt een prima primer om te gebruiken. De handcreme heeft een enorme geur. Ik vond de highlighter parels, ja, een beetje gimmicky, maar ja, oké. Okay. Het oogschaduwpalet vind ik voor het neutrale palet een beetje geel uitslaan. De bronzer was vind ik te poederig. Wat ben ik lastig? Nooit zo lastig over Catrice.
Al met al heb ik een mooie look gemaakt. Ik bedoel, dit is een ooglook die ik niet vaak maak. Meestal op de dag dat ik gewoon thuis blijf, heb ik helemaal geen oogschaduw op. Misschien een beetje bronzen op mijn ogen. Maar deze lipbalm. Ben benieuwd hoe lang het blijft zitten als ik koffie ga drinken. De lipolie was ook fijn. Is uiteindelijk gedurende een half uurtje helemaal in mijn lippen getrokken. En mijn lippen voelden echt gehydrateerd. Dus dat is allemaal heel fijn. De lipmask en de lipscrub. De lipolie, of de lippenolie. De nagelolie, die heb ik dan nog niet geprobeerd. Dus dat moet nog. De kabuki-kwast heb ik niet geprobeerd. En de trio van de lipcare setten heb ik nog niet geprobeerd. Dus die blijven dan nog even staan. Voor een andere keer dat ik ze wel geprobeerd heb. En misschien op video en misschien ook niet. Ik weet het nog niet. Al met al vind ik het een leuke collectie. En is er echt wat van te maken. Het moet ook een beetje je smaak zijn. Er waren meerdere paletten, oogschaduwpaletten. En ik heb zelf voor deze gekozen. En heel lelijk is het niet. Het is gewoon niet zo mijn kleur. Ik had het wat nuder verwacht. Neutraler. En dit slaat toch allemaal redelijk geel-oranje uit. En dat is poe. Ja, dat is poe. En misschien dat ik er bepaalde kleuren uit zou halen. En dan zou mengen met een andere kleur of zo. De nagellak, het oogschaduwpalet en de highlighter stukjes, dat zijn ook kleine honingpotjes en dat soort dingen. Die gaan naar mijn make-up memory box, want dat ga ik gewoon, dat zie ik mezelf niet echt heel veel meer gebruiken. Die staat gewoon hier naast mij en daar doe ik. Er zit nu alleen nog maar Chanel dingen in die ik gekocht heb en nooit gebruikt heb, puur om de heb. De lippenbalms ga ik zeker gebruiken. De mascara maak ik op. Die is verder niet heel bijzonder en zwaardig, maar prima. De handcreme weet ik nog niet, want het blijft wel hangen, die geur. De make-up remover balm ga ik zeker opmaken. Nou, dan hebben we alles zo'n beetje gehad, hè? De bronzer ga ik gewoon blijven gebruiken. Sorry. Oh, die is een beetje poederig, maar kan ermee door. Qua kleur is hij perfect. Helemaal niks mis mee. Qua kleur is hij voor mij perfect. Dus dat was de video voor vandaag. Geef een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar zou je me heel erg mee helpen. En dan, ik maak 1 tot 2 video's, vaak 2 video's in de week over make-up. Dingen die ik probeer, dingen die ik wel wil, niet wil. Nou ja, goed, ik doe van alles met make-up. En het zou leuk zijn als je bij de abonnees gaat horen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei!